Begraaf de liefde, hoofdstuk 6. Jasper komt een oude en een nieuwe klasgenoot tegen. Die staan plots aan zijn huis en hij weet niet goed wat hij moet zeggen. Ja, ze mogen vooral niet binnenkomen, hij mag niet te veel zeggen. Dus hij stuurt ze wandelen, maar ze weten beide van hier klopt iets niet. Hij verzint een smoesje, hij gaat naar de slager, dat moet er nog echt zijn. En wie staat er twee rijen voor hem? Marjolein. En hij wordt helemaal zenuwachtig. Wat moet hij doen? Gewoon stiekem weggaan of toch gewoon de boodschappen doen zonder iets te zeggen of haar toch aanspreken? Hij weet het niet. En als hij plots een oude vent naar haar kont ziet staren, dan pakt hij het bakje met gehaktballetjes dat aan de kinderen wordt uitgedeeld en hij tikt het om. Balletjes vallen op de grond, de man struikelt, valt achteruit en neemt Jasper helemaal mee. En hij valt op de grond voor de ogen van Marjolein. Gelukkig blijkt Marjolein nog best wel oké. Ze helpt hem recht. Ze babbelen een heel klein beetje. Het begint redelijk goed te gaan. En dan kijkt Jasper naar buiten. En wie komt eraan? Zijn vader. Hij wil absoluut niet dat zijn vader Marjolein ziet. En omgekeerd. Hij schaamt zich al genoeg. En hij vlucht naar buiten en hij laat Marjolein achter. Stommerd.